waarheid maken vrij. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij. Waarvoor we hier zijn, onze bondscoach, assistent bondscoach, en jullie nacho spelers van het nationaal elftal van Suriname. Welkom. Goedemorgen hier op het paleis. En ik voel me trots als president dat we samen deze bijeenkomst mogen hebben hier op het paleis. De laatste keer was het in 2019, daar ergens, Badhoevedorp. Toen jullie nog de oefenwedstrijd moesten spelen met enkele topteams van Nederland. En daar hebben we jullie ook aangemoedigd en jullie hebben resultaat daar neergezet. Bondscoach, u legt een traject af. Wat niemand in feite opvalt, maar u legt een traject af. En we zien dat u dichter bij het doel komt. En daarvoor wil ik alvast complimenteren voor dit resultaat. Mannen, we zijn vandaag hier. We hebben net gezongen het volkslied. Was opé, tata, kom opo, seti kondrebo. En dat is heel sprekend vandaag. U onder COVID-omstandigheden, nationale spelers die hier spelen en nationale spelers die in het buitenland spelen. Verschillende landen, verschillende clubs met COVID-beperkingen. Was opé, tata, kom opo, dat zijn jullie. Omu seti kondrebo. En dat is de uitdaging die we samen hebben. Ik als president, u als nacho-speler, om dat te gaan doen, ieder binnen zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik met een grote uitdaging met mijn regeerteam, met vicepresident en raad van ministers, om het land uit het dal te halen en naar grote hoogte te brengen. U als nacho, om te zorgen dat we nog meerdere grote hoogte gaan bereiken in het pad dat voor ons ligt. En het Chinees zegt men, it takes a journey, 1,000 steps. En elke keer zet u een stap. En vandaag zetten we weer een stap. Een stap om nu een nieuw pad vanaf dit moment te gaan afleggen. Een pad welke hier gaat starten vanavond met de wedstrijd tegen Cayman Island. Daarna richting Aruba, Amerika, Canada, Qatar. Dat is het pad wat we gaan afleggen in een strijd. En elk moment dat u een stap legt, daar wappert de Surinaamse vlag. En zie het niet alleen als het wapperen van de vlag, maar zie het ook als het wapperen van de harten van Suriname. Suriname staat als één man, één vrouw achter jullie met volledige ondersteuning. En het geweldig effect, nacho, wat jullie bereiken in feite is, jullie dragen bij aan die versterking van die eenheid. Voorzitter, VSB, gisteren kreeg ik bericht vanuit India dat de Indiase regering goedgekeurd heeft het multifunctioneel voetbalstadion voor de Republiek Suriname. Dan bent u alvast bij deze gefeliciteerd. Met uw bestuur, Nacho. Dan gaan we nu over naar het bijzonder moment van overhandiging van de paspoorten.
Zoals u tijdens uw toespraak zei, is het voor ons een historische dag. We zetten een stap op weg naar iets waar velen van ons, en wanneer ik het heb over velen, dan praat ik over al onze ouders en die daar voor ons. En dat geldt voor ons hier in Suriname, maar ook voor de Surinaamse gemeenschap die in de rest van de wereld woont. Dat we allemaal wel erover gesproken hebben van Suriname heeft zijn plaats daar waar dus de wereldkampioenschappen gespeeld moeten worden. Het is iets waarover we altijd gesproken hebben. We hebben er altijd over gedroomd. En het is dus aan deze heren hier om die droom van ons en onze voorouders, vader en voorouders, dus waar te maken. Het is ook zo dus dat men vaak in artikelen over Oranje heeft geschreven van dat Suriname dat ghost team is dat op elke wereldkampioenschap waarbij Nederland speelt aanwezig is. Er zijn artikelen in die zin geschreven. Dus het ghost team, als ghost team zijn we er in feite altijd bij geweest op de een of andere manier. Maar nu moeten we dus ook dat manifest maken. Dat is onze taak. Een ander ding dus waar wij ook aan willen werken, is dat wij vandaag in feite een stuk invulling geven aan een beleid dat deze regering toevallig heel uitdrukkelijk heeft uitgezet. En dat beleid houdt in feite in dus dat ze in de komende periode samen met de Surinamers in het buitenland en hier die ontwikkeling die we allemaal voor dit land willen, dat land waarvan wij houden, willen brengen. Dus wij geven in feite een eerste concrete inhoud aan dat beleid van, dus van deze regering, de regering Santokki, Brunswijk. We hebben kleine stappen gemaakt. Maar op het moment dat de paspoorten zijn gekomen, gaan we grote stappen maken. En dan beloof ik u, en ik zeg u, en ieder die hier zit, alle spelers zijn trots dat ze het shirt mogen aandoen. Zijn trots dat ze Suriname mogen vertegenwoordigen op het allerhoogste niveau. En we zullen beloven dat als wij spelen, dat wij spelen met geheel ons hart. Dat het hele land trots op ons mag zijn. Niet alleen het land hier, maar elke Suriname waar dan ook ter wereld trots is wat wij gaan doen. En dat gaan doen we niet alleen voor één wedstrijd. Heri Libi. Tena Dede. Wisa Fiti Gisranang. Als je wint, dan krijg je beloning. Dat weten jullie toch? Zeker. Ik heb een afspraak met jullie gemaakt. Vanavond gaan jullie winnen. Dan kom ik bij meneer Corrie. Ja? Suriname rekent op jullie. Ja? Je bent het of je bent het niet. Voetbal.
Ja? We rekenen op jullie. En we gaan ze winnen vanavond. Ja? Ja? Ja. Dank u wel. Waf Allah. Dus één persoon kan voor ieder werken. En iedereen kan voor één persoon werken. Waf Allah. Allah Juan. Yes? Yes. We gaan ervoor. Ja. Het zou dus niet juist zijn om jullie niet aan te vuren vandaag. En van deze plaats uit wil ik jullie heel veel succes, kracht en heel veel inspiratie toewensen. En hoe nak de 1-7-0 gemeen.